En we zijn vertrokken voor het derde deel over diafragma. We hebben in het eerder deel hebben we diafragma besproken. En dan vooral hoe je het instelt op de lens. Met behulp van de diafragma ring. We hebben ook in een ander filmpje de instellingen van het diafragma via de camera body besproken. Waarbij dat dan gecommuniceerd wordt tussen camera, body en lens om het juiste diafragma in te stellen. We hebben ook gesproken over werkdiafragma tegenover de camera die met de volledige opening werkt. We hebben daarvoor de 15 mm gebruikt. Dit is nu de 35 mm met maximale opening 1 op 2. En die 1 op 2 is eigenlijk een belangrijk gegeven. We gaan nu een diafragma getallen. De getallenreeks op zich bespreken. Dus we hebben hier een bepaalde reeks. En dat is niet zomaar een reeks. Die reeks die staat daar. En die zal op zo goed als elke lens daar staan. Dus hier ook bijvoorbeeld. Die maximale opening is wel anders. Dus die 2 hier is hier 1.8. Maar dan het volgende getal is 2.8. Daar ook 2.8, 4, 5, 6, 8, 11. Deze loopt maar tot 16. Terwijl deze na 16 nog 22 heeft. Maar dus die getallen, die zijn er. En dat is een vaste getallenreeks. Laat ons, voordat we een geheugensteuntje voor de reeks zelf bespreken, laat ons eerst bespreken hoe we tot zo'n getal komen. Het is zo dat die getallen, dit zijn geen absolute waardes. Dus het is niet zo dat deze lens op opening 2.8 evenveel licht zal binnenlaten als deze lens op 2.8. Het is dus niet absoluut. Met andere woorden, kan het perfect zijn dat deze 2.8 een andere hoeveelheid licht binnenlaat. Als we wel absolute waarden willen werken, dan is er wel zoiets als T-stops. Dus dit zijn F-stops, die niet absoluut zijn. Er zijn ook T-stops. En T-stops die geven echt aan hoeveel licht er door die lens binnenkomt. En als je een andere lens op dezelfde T-stop gebruikt, dan zal dezelfde hoeveelheid licht binnenkomen. Dus dat T-stops is iets dat op de hele dure cinema lenzen wordt gebruikt. Dus voor videografie, voor fotografie lenzen zoals deze heb ik het nog niet zien staan. Nu, als het geen absoluut getal is, wat is het dan wel? Het is dus een relatief getal. Het is de verhouding tussen aan de ene kant de brandpuntsafstand van een lens. Dus dit is de brandpuntsafstand. Dit in deze geval een groothoek 35 mm. Dat gaat over deze afstand. Terwijl bij deze lens dat 85 mm is, dan spreken we al van een kleine telelens. Dus het diafragmagetal is zoveel als de brandpuntsafstand gedeeld door de werkelijke opening. Maar werkelijke opening bedoel ik dan, ik denk dat het hierop, nee, het zal hier best zichtbaar zijn. De diameter, de oppervlakte meter, de oppervlakte van deze werkelijke opening. Dus dat betekent ook dat de diafragma 2.8 bijvoorbeeld op een 85 mm lens zal die oppervlakte veel groter moeten zijn dan 28 mm lens op een 35 mm opening 2.8 op een 35 mm lens. En als we dat vergelijken, dan zien we dat dat inderdaad wel klopt. Verder is het ook zo, omdat we met een verhouding zitten, dus is 1 op 1.8, betekent ook dat 1.8 een klein getal een grote opening is, terwijl 16 een groot getal een kleine opening is. En verder, voor uw foto heeft het naast een effect op de belichting ook een effect op de scherpte, diepte en op de bokeh. Maar dat is dus iets wat in de laatste video aan bod zal komen. Scherpte, diepte en bokeh. Als we het over scherpte, diepte hebben, zal dit ook besproken worden. Wat ik wel nu nog wil bespreken is dus die getallenreeks en hoe die getallenreeks tot stand komt. Hier zien we al 1.8, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16. Dat is een heel gemakkelijk, heel eenvoudig geheugensteuntje
voor het onthouden van die tallenreeks. Namelijk als we vertrekken van 1 en 1.4, dan kunnen we gewoon de waarde verdubbelen. Om de ontbrekende waarde te bekomen. Dus dit. Deze reeks, dan zie je dat ik aan de ene kant 1 en 1.4 noteerd heb. Als ik 1 verdubbel, kom ik op 2, 4, 8, 6, 10. En daartussen verdubbel ik 1.4, 2.8, 5.6, 11, 22. Dus die getallen 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 11, 16, 22. Deze getallenreeks, die komt hier ook op terug. Als we kijken naar de 2.8, de 4, de 5, 6, 8, 11, 16. En op deze lens komt de 2, de 2.8, 4 enzovoort. Dit zijn volledige stops. Dus telkens we van de ene naar de andere waarde gaan. Dit bruggetje is telkens een volledige stop. Wat betekent dat er een factor 2 in de oppervlakte van de lensopening gewijzigd is, wat dus eigenlijk overeenkomt met een verdubbeling als we in die richting bewegen. Dus van 1 naar 1.4 is een verdubbeling, terwijl van 2 naar 1.4 naar de andere kant is een halvering van de hoeveelheid licht die binnenkomt. Dus als je een lens hebt met een maximale opening van 2.8, bijvoorbeeld een typisch zoomlens met een vaste opening 2.8, wat eigenlijk al een zeer goede zoomlens is, dan hebben we dit als maximale opening. Terwijl als we het zoombereik in prime lens, dus vaste brandpuntsafstand, zouden aanschaffen, dan zie je bijvoorbeeld dat er op 35 mm dat we al met een opening 2 zitten, wat dus eigenlijk al een verdubbeling van de hoeveelheid licht is op maximale opening. En in dit geval 1.8 ligt er net tussen, maar we hebben ook lenzen van 1.4 bijvoorbeeld. Dat zijn al twee stops, dus tussen 2.8 en 1.4 zit je al met twee stops, dus twee keer zoveel licht op de maximale opening. Dus dan maakt het werken met die lens, kwestie van scherpstelling en dergelijke, een pak gemakkelijker. Nu, als je op je fototoestel kijkt, vooral hier al bijvoorbeeld hebben we 1.8 als waarde staan. Dit zijn allemaal volledige stops. Maar het is zo, als je op je fototoestel je diafragmawaarde instelt, is dat vaak nog niet in volledige stops, maar in een derde van stops. En om de reeks van een derde van stops te bespreken, dan spreken we van 1.2. Die ken ik zelf ook niet uit het hoofd. Die kan je wel opzoeken. Het heeft ook niet zo heel veel zin om die reeks uit je hoofd te kunnen. Ik denk als je de reeks die ik hier besproken had in volle stops kent, dat je al heel goed manueel kunt werken. En dan weet je dat als je op diafragma 8 zit en je moet twee stops winnen, dat je naar diafragma 4 kan gaan bijvoorbeeld. En dan daardoor krijg je dus hier ook een lens met een notatie van maximaal opening 1.8, wat dus in een derde van een stop genoteerd is.